Dan blijkt wat niemand voor mogelijk houdt. Een man zit bekneld tussen de wal en een sluisdeur. Een nazomerse dag op de kazerne Veluwse Kant in Almere. Rio 1, inzet 0845, beknelling. Het is vrijdagmiddag rond 4 uur als er een melding van een waterongeval binnenkomt. Een persoon zou achter een sluisdeur vastzitten. De uitruk gaat richting Kromme Weteringsluis in Almere. We krijgen een melding, beknelling persoon. Kregen niet heel veel informatie. Nou, toevallig hadden we 2 weken daarvoor dat een andere ploeg een beknelling gehad. Dat was met een voet tussen de sluis. Misschien iets vergelijkbaars. 33 plaatsen. We zagen geen persoon. We zagen wel mensen lopen, maar niet dat we echt gelijk dachten van hey, dat is degene met de beknelling. Oh. Dan blijkt wat niemand voor mogelijk houdt. Een man zit bekneld tussen de wal en een sluisdeur. Hallo meneer. Hoe gaat het? Ja. Kunt u uw voeten nog bewegen? Ja. Van uw rug, van uw nek? We hebben de kade en dan hebben we eigenlijk een loze ruimte en dan de deur. Nou, die loze ruimte is misschien een 30 centimeter. De slachtoffer die bekneld is, zit half onder water. Gelukkig met het hoofd boven water. En ook nog zijn boot ertussen. Bevelvoerder Piet laat zijn mensen speciaal gereedschap halen in een poging de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Ram. Mag hij roepen Kom maar, Ram. De ram. De ram is een hydraulische spreider die tussen wal en sluisdeur kan worden geplaatst om zo de deur open te duwen en de man te bevrijden. Hij zit achter de sluisdeur. Maar dat is ook riskant. Op het moment dat we die sluisdeur weg zouden duwen, ja, zou die persoon dan daadwerkelijk in het water vallen? En had hij dan wel kracht genoeg om zeg maar, zichzelf te kunnen redden? De ambulance is nu ook ter plekke. Het slachtoffer is namelijk buiten bewustzijn geraakt en moet zo snel mogelijk geholpen worden. Is het veilig voor ons? Ja, hij komt in ieder geval niet deze kant. Moeten we met de slangen onder zijn schouders komen langs zo, dat we het vast hebben? Kom maar. We zitten naast de traumaarts, ambulancepersoneel. Ik zeg, is het niet handig om iemand beneden te hebben? Ik zeg, want ja, we werken in de diepte. Je ziet niet waar je goed vast zit. Je hebt gewoon heel beperkt zicht en je kan er beperkt bij. We gaan wel doorwerken eventjes die touwen. Oké, ja, ik ga eigenlijk ouderwets aan de touw naar beneden. Ik heb de slachtoffer ook vastgemaakt met een touw om hem te zekeren. Om voor brandweervrouw Lianne zoveel mogelijk ruimte te maken, wordt de rubberboot lek gestoken. Daarnaast wordt de hydraulische spreider ingezet om te voorkomen dat de sluisdeur verder naar de kant toe komt. Die ram die helpt ons om de sluisdeur op spanning te houden. Want we dachten op het moment dat we die luchthoudende holtes zouden doorsnijden, doet die sluisdeur nog wel even dit. Maar het lekprikken van de boot blijkt niet het gewenste effect te hebben. De man zit nog steeds vast. En op een gegeven moment dan roept de ambulance van en nu moet hij eruit. Want hij ging zo snel achteruit dat we een snelle redding, heet dat, moesten uitvoeren. Dat is het signaal om de sluisdeur met grof geweld van zijn plaats te duwen. Nu kan de man omhoog worden gehesen en naar het ziekenhuis worden gebracht. Het omhoog halen voel ik eigenlijk het leven wel uit hem glippen. Is hij gewoon helemaal slap. Alles uit, pompen uit. Met het transport is de reddingsactie van bevelvoerder Piet nog niet ten einde. De sluiswachter is ook gearriveerd en kan de sluisdeur sluiten. Nu kunnen ze kijken of er niet nog iemand onder de boot zit. Ze houden hun hart vast. Kijk eens, even goed kijken of er niks onder ligt, hè? Benzinetank. Ja. Ja, gezien.
Gelukkig, geen nieuw slachtoffer. Het enige dat nog ontbreekt is de motor. Ja, de motor ligt er nog in. Mooi. De hele sluis is afgezocht. Geen tweede slachtoffer aangetroffen. Ja, prima. Incidentmeester. U kunt weer naar huis. Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, had ik ook niet gedacht dat slachtoffer het zou overleven. Maar ja, 's avonds kwamen echt de goede berichten van de persoon is bij. En ja, wonderwel heeft hij het wel overleefd. Uit onderzoek blijkt dat het ongeval veroorzaakt is door onjuist handelen van het slachtoffer.